eindelijk weer eens een wasstraat. Ja, inderdaad. Wasstraat 25. 5 kwadraat. In de... Met digitale aantekeningen. Eindelijk weer eens in de Mercedes. Ja. Want wat is er mee aan de hand? Nou ja, hij doet het weer een tijdje. Maar hij stond gewoon lang... Ik moet de deur even dicht doen straks. Ja. Hij stond een tijdje in de garage, want er was het een en ander mis mee. Ja. En dat is de benzinepomp of zo. Brandstofpomp was... Wat vraag? Ja, die dingen gaan wel eens stuk. Dicht. Ja. Maar goed, hij doet het weer, dus we kunnen weer lekker hierin rijden. Eindelijk, ja. Echt waar. Ik heb het zo gemist. Vooral het rondrijden, want dat was op een of andere manier toch een leuke afleiding voor ons. Om absoluut. Ook gewoon nieuwe ideeën. En dan kunnen jullie in tussentijd kunnen jullie lekker naar buiten kijken. Ja. Dus, mochten jullie de details willen weten van het verkopen van de Mercedes. Want hij is te koop, toch? Hij is te koop, ja. Dan moet je even kant B bekijken, want daar staat alles op. De volle 2,5 minuut. Maar je moet wel... deze aflevering kijken, want hier hoor je hoe je korting kunt krijgen. Aha, kijk, teaser. We doen het helemaal achter... Oh nee, toch niet. We zeggen niet waar het komt. Dus, zeg, wil jij het spits afbijten of zal ik het doen? Doe maar, ga je gang. Ik zag een interview...